Alright, zeg een keer, wat zou jij willen? Ik weet niet wat er zo in de trend is, ik weet niet hoor. Ja, dan hangt een beetje van persoon tot persoon af. Heb je zelf iets aan gedacht? Ik heb liever kort, hè. Ja? Maar als je veel zo kort aan de zijkant en een beetje langer aan de bovenkant, weet niet. Ja? Goed. Ik weet niet wat dat is precies, joh. Dus de zijkant en de achteraan mogen een stuk korter en bovenaan wil je het liever een beetje langer laten? Ja, dat is dat. Ja? En hoe zou je dat dan willen leggen? Leg je dat dan aan een bepaalde kant of laat je dat altijd gewoon naar voren vallen? Of? Dat is een goede vraag. Ja? Ik ben niet echt een specialist. Oké. Okay. Omdat ik zie dat hier nu opzij kort is dan eigenlijk hier van achter, is het is een beetje geknipt gelijk een mullet, hè? Het is langer hier van achter nu. Maar het is wel de bedoeling dat dat ook korter is. Oh, uiteraard. Ja? Oh, uiteraard. Right, ik ga beginnen opzij en achteraan. Dus bovenaan mag er wel ook een stuk af, maar ietsje langer laten. Ja, ietsje, ja. Ik weet mijn moeder dat doen. Oké. Okay. Ze knipt gewoon alles kort. Ja. En dan laat het uitgroeien. Nu is het een groot pak, hè? Dat is weet. Maar de oren mogen vrij zijn. Oh, dat is goed. Dus mag ik redelijk wat af? Dan mag. Ik ga beginnen een deel met de tondeuze, dus opzij en achteraan. Hè. Ik ga dat niet volledig kort losgeven, maar dat mag wel een groot stuk af. Hè. Oh, zeker. Dan is dat vrij lang. Dan zien we daarna hoeveel je er bovenaan afvult. En dan komt dat allemaal goed. Goed? Ja, geen probleem. Momoan. Zij is Japans. Ja. Dus ze viseert de Japanse auditie. Ja. En hij moet alles filmen. Filmen, vertalen. Is dat? De Japanners zijn redelijk nieuwsgierig van hier, man. Dus, ja. Dus het zijn voornamelijk Japanners die kijken. Ja. Gaat de hand anders uitzien straks. Lief? Zeg maar, gaat de hand anders uitzien straks. Dat is onzin. Ik heb gezegd dat ik beu ben om eruit te zien op de Beatles. Ja, oh ja, het was een Beatles-boek. Het was een goede vergelijking. Maar hoeveel op ineens? We zijn nu 14.000 of zo. 14.000? Ja. Oh, amai. Dus je hebt wel inkomsten ervan. Oh, ik krijg al iets. Amai. Mijn dochter is ook een YouTube-ster. Ja. En heeft er nog meer of niet? 100.000-350.000. Dat wel. Mooi. Ze zijn vol tijd een job. En zij is Japan of zij is ook een naam? Ze zijn allemaal Japan. Oké. Okay. Oh, je vrouw is ook in Japan? Ja, nu is ze hier. Hè. Die ik ken in Japan. Ja, dat zal wel een groot verschil zijn bij het nacht. Wat doe je dan in de nacht van de dag? Ik werk in drie shiften. Ik werk als stoïnstellingen. Als?
Storingstechnieken. Storingstechnieken, cool. Ja. Voor Barrikadeboot en Lokeren. Ah, oké. Die nieuwe depot dat ze maakten. Oké. Ja, ik pak voor Chief. Ja. Ik kan wel geen Beetlekopje meer zijn. Oh. Oh, liever niet. Gaat dat niet schuin naar achter leggen zo, of gaat dat meer naar voren leggen, of wat zou je, hoe ziet je dat voor u? Ik zou meer voor leggen zeker. Meer naar voren? Ja. Omdat hij wel met een weerborstel zit hier, aan beide kanten, dus dat gaat, als je dat korter knipt, gaat dat omhoog springen, zie je dat? Dus uw haar wilt eigenlijk van nature meer zo naar achter, meer recht, zie je dat? Okay. Als je dat naar voren legt, dan wil dat tegenovergestelde doen en dan springt dat hier zo recht. Okay. Zie je dat dat zo krult? Mm-hmm. Waar je dat met een weerborstel zit, dus je haar staat er in een andere richting. Dus eigenlijk wilt je haar bij wijze van spreken dit doen, maar dat verandert natuurlijk veel. Hè. Want ik ga het knippen dat je het kunt kiezen naar waar dat je het legt. Oh, zo, zo. Is het goed? Maar dat mag ook een goed stuk af. Oh, het is goed. Supermarkt. Wat we doen? Ja, wat dat je nog allemaal filmt. Oh ja, ja. Ja, een beetje. Eigenlijk dingen van koppels en zo. Ja. Dus zo. Recent hebben we een video gemaakt over inflatie. Ja. En dan over de dingen dat ze goed en slecht vinden in Bagen. Ja. Dus het gewoon een beetje over alles. Was meestal is het over. Reizen en al. Ja. Zo. Een beetje van alles. Okay. Ze heeft ook een video gemaakt over een kapper in Gent. Ja. Het is een Japaner die dat doet. Ja, aan het station. Ja, ja. Ja. Er is iemand hier komt die daar ook soms gaat. Nu vraagt ze mee om hetzelfde te doen. Ja. En ik knipt ook dames. Ja, dag. Dus dat is een beetje van alles. Ja. Dat is de hairdresser I'm going. It's a bit noisy because I'm doing some work. I'm almost home. What do you think, guys? Does it look good? Sweetie, I'm back. I think it's better, right? Yeah, better than before. Maybe another... Yeah, some? So, you like? It's okay? Yeah, not bad. Okay. Mm-hmm. So now you love me again? Yeah, I love you always.